Goedendag beste kijkers. Vandaag bij Klagemauwe TV, pillen tegen een vermeende ziekte. Het aantal ADHD-diagnoses heeft zich in Duitsland bijna verdubbeld sinds het jaar 2006. Alleen al met Ritalin, een middel tegen ADHD, heeft de firma Novartis in het jaar 2010 464 miljoen dollar omgezet. De psychiater Peter Brechting houdt ADHD voor een ziekte die uitgevonden is. Hij bekritiseert fel de farma-industrie en de artsen. Zijn commentaar? Wanneer u zo'n medicament aan een chimpansee geeft, houdt hij op met spelen? Te omarmen, te kussen of uit zijn kooi te vluchten? Wanneer u zo'n medicament aan een kind geeft, vernietigt het juist zijn spontaniteit. Ook de Zwitserse opvoedingsexpert en professor in rusten, Remo Largo, is heel bezorgd. Citaat: slechts 1% van de ADHD-kinderen reageert positief op dit medicament en heeft dit nodig. Alle andere kinderen, en dat is de meerderheid, krijgen het medicament om redenen die ik niet voor gerechtvaardig houd. Nog radicaler zag het de uitvinder van ADHD, de Amerikaanse psychiater Leon Eisenberg. Kort voor zijn dood bekende Eisenberg de wetenschappelijke journalist Jörg Blech: ADHD is een paradevoorbeeld voor een geconstrueerde ziekte. Wij sluiten deze zending met een citaat van Aldous Huxley af. Het medische onderzoek heeft zo'n enorme vooruitgang gemaakt dat er bijna geen gezonde mensen meer zijn. Wij danken u voor uw aandacht en zien u graag terug.